Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de wolkenfoto een flinke band met bewolking boven ons land. En vannacht heeft het daar ook uit geijzeld, gesneeuwd en nu valt er in het westen wat regen. De bewolking schuift geleidelijk aan naar Duitsland weg. In het oosten kan het nog glad zijn door sneeuw of ijzel. Maar als de wind naar het noordwesten draait, dan loopt de temperatuur op naar vanmiddag 3 tot 5 graden en dan smelt de sneeuw weg. Er zijn vanmiddag opklaringen, kan nog een enkele bui vallen in het noordwesten en er staat een matige noordwestelijke wind. Vanavond kan er langs de kust nog een enkele bui vallen. Landinwaarts klaart het op en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt en lokaal kan het glad worden. En morgen zien we veel wolkenvelden. Af en toe breekt de zon door, maar er valt ook een enkele bui. En met 3 tot 6 graden is het zachter dan de afgelopen dagen. De wind is matig vanuit het westen tot noordwesten. Maandag is er veel bewolking en periode met regen, maar met 5 tot 7 graden is het tamelijk zacht voor de tijd van het jaar. En dinsdag is een overwegend droge dag, lokaal enkele bui en nog steeds zacht. En woensdag neemt de kans op regen weer toe. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.